Welkom bij deze video over trillingen en golven. In deze video ga ik het hebben over lopende golven. Allereerst leg ik je uit wat een golf is en ik leg je uit wat het begrip golfsnelheid betekent. Ik ga het hebben over het verschil tussen een transversale golf en een longitudinale golf. En aan het eind van deze video heb ik nog twee voorbeeldvragen. Allereerst, je pakt een lang koord en je knoopt het ene uiteinde aan een muur. En het andere uiteinde pak je vast, zoals je ook ziet in het plaatje. Vervolgens ga je het touw op en neer bewegen in verticale richting. Nou, als je dat doet, dan gebeurt het volgende met het koord. Allereerst ontstaat er een bergje en dan ontstaat er een golfdal. Nou, dat is precies ook wat een golf is. Een golf bestaat uit een golfberg en een golfdal. En een berg en een dal samen noem je één volledige golf. We zeggen dan dat de bijbehorende lengte van die golf de golflengte is. Nou, voor de golflengte hebben we een apart symbool en dat is lambda. En je ziet op de presentatie hoe het tekentje van lambda eruit ziet. De tijd die je nodig hebt om één golf te produceren noem je de trillingstijd. Dus dat is de tijd die je nodig had met je hand om één keer op en neer te bewegen. Het symbool daarvoor is hoofdletter T. Nu kun je snelheid van die golf berekenen. En dat gaat als volgt. V is lambda gedeeld door T. De golflengte gedeeld door de trillingstijd. Deze formule lijkt heel erg op een andere formule die je eerder hebt geleerd. Namelijk V is delta x gedeeld door delta T. Afstand gedeeld door tijd. Hier hebben we lengte gedeeld door tijd. Dat lijkt heel erg op elkaar. Het heeft ook veel met elkaar te maken. Snelheid is afstand gedeeld door tijd. Ik wil deze formule gaan herschrijven. Eerder leerde je al dat frequentie gelijk is aan 1 gedeeld door de trillingstijd. Daarmee kunnen we deze formule gaan herschrijven. Want V is lambda gedeeld door T. Als ik die lambda uit de breuk haal, dan staat er lambda keer 1 gedeeld door T. En 1 gedeeld door T is de frequentie, dus dan staat er lambda keer F. Belangrijke conclusie. Snelheid is gelijk aan de golflengte keer de frequentie. Waarbij de snelheid in meter per seconde is, de golflengte in meters en de frequentie is standaard in hertz. Tot nu toe hebben we het eigenlijk gehad over een bepaald type golf. Namelijk een golf die begon bij de hand en zich verplaatste richting de muur. Omdat je de golf heel erg duidelijk van de ene plek naar de andere plek ziet bewegen, noem je dat een lopende golf. Iets specifieker is dit een lopende transversale golf. En nu zul je misschien denken, wat is dan transversaal? Bij een transversale golf staat de trillingsrichting loodrecht op de voorplantingsrichting van de golf. Het is nog steeds abstract, maar je ziet het in het plaatje. Dit is de trillingsrichting, in verticale richting, en de voortplantingsrichting staat daar loodrecht op. Dan zouden er ook andere golven kunnen bestaan, en dat klopt ook, er bestaan ook longitudinale golven. Bij een longitudinale golf is de trillingsrichting gelijk aan de voortplantingsrichting. En dat zie je ook heel erg goed in deze animatie. In de bovenste afbeelding zie je de transversale golf, waarbij de trillingsrichting loodrecht is op de voortplantingsrichting. En bij de longitudinale golf zie je dat de trillingsrichting gelijk is aan de richting waarin de golf beweegt. Wat je ook goed kunt zien, is dat bij een longitudinale golf er verdichtingen en verdunningen zijn. Nou, een heel bekend voorbeeld van een longitudinale golf is geluid. Geluid kun je bijvoorbeeld als volgt zien. Je beweegt met een plaatje op en neer door de lucht. En dan gaan in de lucht, dat zijn al die zwarte stipjes die je ziet, gaan die luchtmoleculen iets dichter bij elkaar zitten en daarna weer iets verder uit elkaar. Verdichtingen en verdunningen. Een longitudinale golf dus. Twee voorbeeldvragen. Allereerst, in een kamer waar 20 graden Celsius is, produceer je met een geluidsbox een toon van 440 Hz. En de eerste vraag is, bereken de golflengte van de geluidsgolf. Dat gaat als volgt. Daarvoor heb je allereerst je BINAS nodig. Want in BINAS staat voor iedere temperatuur en voor elke soort stof wat de snelheid is van het geluid. Wat blijkt? De geluidssnelheid in lucht bij 20 graden Celsius is 343 meter per seconde. Als we dan de formule gaan toepassen, lambda is V gedeeld door F. Is dus 343 gedeeld door 440 en dan kom je uit op 0,780 meter. Vraag B. Wat gebeurt er met de golflengte als de temperatuur in de kamer stijgt? Nou, pak de tabel uit je BINAS er eens bij. Dan zul je namelijk zien dat de snelheid van het geluid toeneemt als de temperatuur toeneemt. Nou, de frequentie die verandert niet. Als we dan kijken naar de formule, lambda is V gedeeld door F. V gaat toenemen. De frequentie blijft gelijk. Dan volgt uit de formule dat de golflengte ook toe moet nemen. En dat kun je eenvoudig controleren aan de hand van een getallenvoorbeeld. Doe dat maar eens en je zult zien dat de golflengte inderdaad toeneemt. Voorbeeld vraag 2. De olifant hieronder beweegt een koord, brengt een koord in trilling en je ziet dat de olifant twee keer zijn arm op en neer beweegt in 7,5 seconden. Eerste vraag, is dit een longitudinale of een transversale golf? Dit is heel erg duidelijk een transversale golf. Want de trillingsrichting staat loodrecht op de voortplantingsrichting.
Hoeveel trillingen heeft punt A al uitgevoerd? Nou, zoals je ziet is deze golf nog helemaal niet aangekomen bij punt A. En dat betekent dat punt A nog helemaal geen trillingen heeft uitgevoerd. En punt B dan? Nou, zoals je ziet is punt B al naar beneden bewogen en daarna weer omhoog. Je ziet dat punt B 3/4 trilling al heeft uitgevoerd. Heb ik nog een vervolg. Met welke frequentie produceert de olifant trillingen in het koord? Nou, je weet dat de olifant zijn arm 2 keer op en neer beweegt in 7,5 seconden. De trillingstijd is dus 7,5 gedeeld door 2 is 3,75 seconden. En daarmee kun je heel eenvoudig de frequentie berekenen. Namelijk de frequentie is 1 gedeeld door 3,75 is 0,27 hertz. Laatste vraag. Gebruik de informatie uit de afbeelding om de golfsnelheid te bepalen. Je ziet dat ik een liniaal heb geplakt onder de afbeelding van de olifant. En dan zie je dat 2 golven samen 17 centimeter zijn. Dat betekent dus dat 1 golf 8,5 centimeter is. En daar ga ik gebruik van maken. Blijkbaar is dus de golflengte 8,5 centimeter en de frequentie is 0,27 hertz. Als ik dan de getallen ga invullen in de formule voor de golfsnelheid, dan vind je het volgende. V is lambda keer f is 8,5 keer 0,27 is dus 2,3 centimeter per seconde. In deze video heb je een nieuwe formule geleerd om de golfsnelheid te berekenen. En je hebt eigenlijk 2 formules geleerd. Lambda gedeeld door t en lambda keer f. Ik raad je aan om met beide formules te gaan oefenen. En ik raad je aan om goed te kunnen inschatten wat het verschil is tussen een transversale golf en een longitudinale golf. Veel succes!